Hey kijkers van Doomsday, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van de Planet Craft serie. Het heeft even geduurd, er waren 2 afleveringen, daarna even wat weekjes niet. Ik kan ook wel even uitleggen waarom. Een van de redenen was dat ik best wel al snel een dreiging had van spelers. Kijk, ik heb hier een bondgenotenbordje. En dan hebben we natuurlijk de mensen van Moldova, die hebben mij nogal bedreigd. Ik ben hier ook vermoord, hebben mij neergeslagen. Het was allemaal vrij pijnlijk. De laatste aflevering die jullie hebben gezien was eigenlijk ook een mini huisje. Geen muur, helemaal niks. Dus jullie zullen wel zoiets hebben van wow, what the fuck. Ik heb de afgelopen 3 weken ook zeker niet stilgezeten. Ik heb hier een deurtje doorgebroken. Er zit een kleine ruimte achter waar ik met wat mensen kan chillen, kletsen, ontvangen. En hier heb ik een laddertje naar het dak. Zodat we een beetje overzicht hebben over ons eilandje. Jullie zien dat ik ook best wel flink bezig ben geweest met de bomen weghakken rondom mijn gebied. Ik wil eigenlijk langzaamaan gaan beginnen met invites weggeven. Of in ieder geval mensen uitkiezen die mij kunnen helpen. En het lijkt me dan vet om een soort gelijke muur als deze gewoon 10 blokken verder te plaatsen. En dat andere mensen bijvoorbeeld daar op dat plekje hun huis kunnen gaan bouwen. En mij kunnen gaan vergezellen. Er zijn namelijk een aantal probleempjes. En daar heb ik best wel gewoon wat hulp bij nodig, want ik heb er niet zoveel kennis over. Auw, dat deed zeer. Doet dit dan ook zeer? Nee. Nou, oké. Okay. Jammer. Goed, een aantal kleine dingen. Mijn. Ik heb er al wat reacties op gehad. Mensen die zeggen, kijk nou toch uit, dat gaat allemaal instorten. Gaat waarschijnlijk ook gewoon gebeuren. Want hoe die er nu uitziet, nou ja, ik zal met de ladder gaan, want anders zien jullie niet zoveel. Ik heb een soort van geprobeerd een ladder naar beneden te maken, maar kijk deze shit. Dit is allemaal natuurlijk shit wat gaat instorten en wat gevaarlijk is. Deze mijn ziet er gewoon niet uit. Ook dit, als David nu zit te kijken of iemand, dit gaat natuurlijk geheid instorten. En dat moet gewoon gefixt worden. Ik heb alleen geen idee hoe. Ik heb gehoord dat je dus allemaal houten constructies moet bouwen. En wat nou het veiligste is, ik weet het niet. Daar heb ik dus al gelijk iemand voor nodig. Dan gaan we terug naar boven. Ja hoor, daar zijn we. Want ik heb een idee dat ik dit waarschijnlijk dicht wil gaan gooien. De mijn sluiten. Want ik denk niet dat dit nog reparatiewaardig is. Maar waar moeten we dan onze volgende mijn bouwen? Nou, ik denk persoonlijk dat dit een hele goede plek is. En waarom? Er is hier al een groot gapend gat ingeramd. En ik denk dat als we hier een soort van vierkant gat maken, met houten constructies beginnen, en we gaan hier naar beneden graven, dat we hier best wel een grote, prettige mijn hebben. Redelijk dicht bij het huisje. Dus misschien dat we de muur daar langs kunnen trekken. Dat mensen ook niet onze mijn kunnen overvallen. Maar dat is eigenlijk voornamelijk wat ik zoek. Ik ben op zoek naar mensen die snappen hoe je zo'n mijn moet verstevigen. Die snappen hoe je dat instortgevaar kan naar een minimum kan brengen. En die zin hebben om een soortgelijke muur als deze na te bouwen op die grens. Zodat ze binnen die muur een huisje kunnen gaan bouwen. En zich kunnen voegen als tweede inwoner van Doomsdorp. Houthakken gaat ook niet voorspoedig. Ik moet zeggen, ik ben hier af en toe boompjes aan het planten en die groeien wel. Maar deze boom wil ik eigenlijk niet weghakken. Die vind ik wel mooi. Gewoon in het dorpje staan, dus die wil ik niet omhakken. Maar hier wilde ik eigenlijk een beetje van die acacia wood boompjes gaan omhakken. Nou, die groeien niet zo hard. Ik weet ook niet waarom. Of ik ze op een verkeerde ondergrond heb, of dat ze, nou ja, niet, want deze is ook gewoon gegroeid. Dus wat gaat hier mis? Ik weet het niet. Er zijn een paar in- en uitgangen hier zo, maar ik laat jullie gewoon heel even het gebied rondom mijn stukje dorp zien. Er zijn dus nog genoeg bomen, kijk daar, allemaal acacia wood en de andere soorten hout. Er is echt nog genoeg te hakken. Laten we wel proberen om het allemaal een beetje terug te planten. En als je zo kijkt, nou, ik denk dat er hier best wel ruimte is voor huisjes en om een dorpje te verbreden. Dat is eigenlijk ook de reden dat ik zoiets heb van laten we gewoon wat invites doen. Dan woon je gewoon rondom mijn muurtje, rondom mijn stukje dorp heen. En ik denk dat de eerste beste plek voor een huisje dit stuk is. Dat we dit gewoon een beetje vlak gaan maken, het gras weghalen en dat daar gewoon een iemand mag gaan wonen. Wat ik wel zou willen vragen, mocht je de invite winnen, zullen we de jungles zeg maar een beetje te vriend houden. Dus al die losse bomen, want je ziet hier ook, ik heb voornamelijk acacia wood en oak wood gebruikt. Laten we dat ook doortrekken. Gewoon acacia terugplanten, gewoon oak wood terugplanten. En laten we de jungles een beetje
in vrede laten. Want ik vind dat eigenlijk wel wat toevoegen aan het eiland. Gewoon de jungles. Ik vind dat wel een mooi uitzicht. Maar wat ik in ieder geval ga doen vandaag, ik ga even laten zien wat ik heb gekregen. Al kunnen we dat niet zo goed zien, want volgens mij is er een soort bugje. Oh, hey. Kunnen mensen hier... Geskilde mensen, zouden die hier, zeg maar, een boot kunnen neerdonderen? Ik hoop het niet. Ik hoop oprecht van niet. Goed, we gaan naar binnen. Zo. Wat ik even wilde laten zien. Want waarom staan deze mensen hier zo bij de bondgenoten? Hè? Dat kan ik je wel even vertellen. Ik heb hier namelijk één kistje staan. Dit zijn kisten. Dit heb ik verzameld. Ja, er zit een bug in hier zo. Dat had ik gelezen op het forum. Dat gaat gefixt worden, geloof ik. Of kon ik dat nou zelf omwisselen? Ik weet het niet zo goed. Nee, volgens mij niet. Oh. Ik weet even niet zo goed wat ik hiermee moet. Maar, dit kistje is van eilandgenootjes. Of in ieder geval wereldgenootjes die op visite zijn gekomen. En daarin heb ik toch wel wat meer spullen gekregen. Zoals meloenen en worteltjes, bootjes. Ik heb ook spruce saplings gekregen. Want die groeiden niet op dit eiland. Dus dat was super chill dat ik die had gekregen. Lapis en redstone. En ik heb dus ook uranium, iridium, titanium en opal gekregen. Maar wat kan ik ermee? Jongens, jullie zijn zoveel verder dan ik. Ik heb dus bijvoorbeeld ook nog gewoon helemaal niks aan. Ik moet ook echt iets aan die kleerscheuren doen en dat blauwe oog. Alle zijn die broeken met die gaten erin weer helemaal hip, hè? Hier kun je vast mooie dingen mee. En in combinatie met dit waarschijnlijk. En met alles wat er hier nog in de grond zit. Want dit eiland is zo goed als ongerept gelaten. Hè? Ik heb eigenlijk alleen maar dit kleine mijntje hieronder heb ik gehad. Maar in principe is er nog zoveel te ontdekken, denk ik, op dit eiland. Mensen, laat mij gewoon even weten in de comments. Of jij het leuk vindt dat deze serie gewoon blijft doorgaan natuurlijk. Waarom jij mij zou willen helpen. Waarmee je mij zou kunnen helpen. Is dat de muur bouwen? Is dat de resources verzamelen? Is dat het minen zelf? En die mijn verstevigen? Is dat de technische guy die mij gaat helpen met... Guy of girl, trouwens, dames en heren. Die mij gaat helpen met hier mooie spullen van maken. Laat mij maar weten in de comments. En iemand die mij kan helpen met een muur bouwen. En een tweede huisje. Of twee huisjes. Voor de mensen die natuurlijk erbij komen. En zo gaan we langzaam uitbreiden. Want ja, jullie zullen je wel afvragen. Wat is er dan aan de havens? Of zijn er havens? Wat gebeurt er aan het water? Is er een grote muur rondom Madagaskar? Nee, iedereen kan gewoon Madagaskar oplopen nu. Er is nog niet echt een beveiliging. Dit burgtje is letterlijk het enige midden op het eiland. Wat een soort van beveiligd is voor mij. Dus het is ook niet compleet safe om hier te gaan bouwen. Dus je moet ook een beetje durven om naar dit eilandje toe te komen. Maar als jij het aandurft en je hebt een goede motivatie, dan durf ik dat wel aan met jou. Ik zie jullie comments tegemoet. En weet je wat ik ga doen? Ik heb namelijk het idee dat deze mensen die belasting komen vragen, me uitmoorden en mij hebben aangevallen. Dat die meerdere mensen hebben aangevallen. Dus ik ga eens kijken of ik voor de volgende aflevering... of ik Duffy kan strikken. Duffy is volgens mij ook belaagd. Die heeft al heel wat meer afleveringen dan ik gemaakt. Die zal vast heel goed weten wat een goede stap is voor Madagaskar. Een stap in de goede richting. En een stap om sneller verder te ontwikkelen. En hopelijk gaat dat ook nog eens extra werken met een paar van jullie erbij. Want jullie zijn vast een stuk actiever dan ik. En... ik kom uiteraard helpen en we gaan het uiteraard samen doen. Maar ja, ik neem aan dat jullie wat vaker online zijn dan ik. Dat is ja, gewoon eerlijk, toch? Dus mensen, bedankt voor het kijken. Het was eigenlijk een soort update afleveringetje. We hebben nog niet zoveel gedaan. Maar ja, ik heb in de tussentijd veel gedaan. Want jullie zien hier natuurlijk wel wat ik allemaal heb gebouwd in die paar weekjes. Daar lachen jullie waarschijnlijk om dat dit een paar weken geduurd heeft. Maar goed, ik zie jullie de volgende keer. En wellicht dan met Duffy. Wellicht alleen. Ik weet het niet. Maar ik zie jullie in ieder geval snel. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zo is altijd vanaf hier. Ciao.